Het is zwoel. Het is voor het eerst dat je denkt, ik mis geen jas als je buiten loopt. Passen, passen, maar dan niet meer dicht. Op naar huis. Magere yoghurt. Kon er niet voorbij lopen. Hoe tegenstrijdig. Een Cola Light. In de ene hand een yoghurt met suiker in de andere hand. Nou ja, kan het net niet drukken. En je mag kiezen of broccoli vanavond of gebakken aardappels met witte bonen. Goedemorgen op deze dinsdag. Deze waterige zonnetje dinsdag. Het is wel, het ziet er mooi uit, maar het is weer hartstikke waterig hier. Dat wil zeggen dat het gewoon weer ieder moment weer over kan zijn met het zonnetje volgens mij. Maar ja, kan de pret niet lukken. Zoals jullie zien, Willem is nog thuis. Schrok mij geweest. De slaapkamer uit staat in de badkamer. Dus. Maar dan drinken we nog even gezellig een bakje koffie. En dan ga ik zien wat de rest van de dag gaat brengen. Moet je wel om te kennen. En ja, ik ga denk ik dadelijk toch wel even lekker op de fiets richting de markt. Winkelcentrum hier in ieder geval. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. Ik zie jullie vast later. Fijne dag allemaal. Zo, lekker gedoucht, aangekleed. Wat is het heerlijk buiten. Ik kom net van Chester van buiten af. Het is zwoel. Het is voor het eerst dat je denkt, ik mis geen jas als je buiten loopt. Zelfs de wind is weer ja, een soort van lauw, zeg maar. En aan het wachten tot de wasmachine klaar is, dan ga ik het even buiten ophangen. En dan ga ik daarna op de fiets naar de markt. Dus, zin in? Alleen maar een beetje mascara op mijn gezicht, een beetje lipstift op mijn gezicht en een oppotloodje. Want ja, al is het een waterig zonnetje, laten we maar eens je best doen. Later! Zonder jas. En de schaduw is dan wel een beetje fris, maar zo in het zonnetje. Heerlijk. Nou, we gaan toch maar eens kijken wat de markt is voor de question of the day. In ieder geval gezond eten vanavond. Het is de afgelopen dagen bijna uit je bed. Dus let's go! Als het in Bentwoud is, met vogels die achter elkaar aan zitten, zo stil is het hier. Geen zwaan te bekennen. Ik heb nog alleen niet eens een eend gezien. Ga je niet op jou? Die zagen dus duidelijk de vlogcamera. Nu mag hè? Niet op de veel. Ik ben er bijna. Dit is genieten mensen op de fiets. En zo blij dat ik alleen een beetje krim op mijn gezicht heb. Heerlijk. Kijk, we hebben het al druk hoor. Is dat er geld binnen? Marco, lui. Hebben toch altijd nog het liefst goed met geld? Nu geef ze groot gelijk. Passen, passen, maar dan niet meer dicht. Op naar huis. Brood neem ik zo al mee. Het trekt hier inmiddels helemaal weer dicht. Het is hartstikke benauwd. Ik heb gewoon te zweten, maar het waren ook twee zware tassen. Ik ga natuurlijk thuis laten zien wat ik had. Ik ga een stuk door naar huis. Ik ga niet onderweg filmen. Dus ik zie jullie straks.
Ik had eigenlijk afgesproken dat ik niet meer in mijn eentje kan gaan halen, maar ik moet er toch aardappel hebben voor vanavond. Ah, ben jij zo braaf van de kattenboekjes afgebleven? Kijk eens wat jij dan verdiend hebt. Alsjeblieft. Zo, het wordt echt steeds benauwder buiten. Maar ja. Ik ga even snel dingen uit de tas halen, want het valt me iedere keer op dat het super kraakt als ik dat terugzie. Dus en daarna ga ik jullie laten zien wat ik gekocht heb. En daar waren wij weer. Wat hebben we meegenomen? Witte bonen en tomatensaus. Twee schnitzels. Drie tortaartjes. Een grote bloemband. Groentesaus kaasvariant. Broccoli. Mager yoghurt. Kon er niet voorbij lopen. Een pak aardappeltjes. Voorgekookt. Dat zijn die snippers, zeg maar. Twee stuks. Gevulde koeken. Twee keer allesreiniger. Doekje. Allesreinigersdoekjes. Want de lamellen moeten weer gedaan worden. Dus dat is super simpel. Dus echt een lamel. En dan je doekjes aan weer zijn er langs. Casino brood. Hondenvoer. En kruimige aardappels. Nou, kwestie of dat even vanavond mag die kiezen. Of gebakken aardappeltjes. Met witte bonen en tomatensaus of broccoli. Met aardappels en vlees. Laat dan Willem de keus. Ik vind allebei super lekker. Dus ik ga de troep opruimen. Dan ga ik lekker op de drinken inschenken. Dan ga ik lekker in de tuin of lekker opdrinken. Yeah. En ik ga het gelijk een bak yoghurt nemen. Zo'n trekje. Lekker buiten. Met een boekje erbij. Beetje suiker. Hoe tegenstrijdig. Een Cola Light in de ene hand en yoghurt met suiker in de andere hand. Maar ja, kan de pret niet drukken. Yoghurt met suiker helemaal wat lekkers. Dus ik ga een kussentje pakken en het buiten even lekker opdrinken en opeten. Nou, Willem, op je thuis gaan. Lekker bakkie koffie doen met gevulde koeken. Ga je nog bij kletsen? En je mag kiezen of broccoli vanavond of gebakken aardappels met witte bonen. Vanavond maar broccoli. Vanavond broccoli? Ja. Vleesje erbij. Wat voor vleesje erbij, hè? Ja. Nou, jullie horen het, hè? De question of the day wordt dus broccoli met gekookte aardappelen. En of schnitzel, of tartaar. Schnitzel. Tartaartje volgens mij... Tartaartje is lekkerder bij de witte bonen en tomaten. Nee. Ik weet niet of ze allemaal nog heel zijn, maar fietsvast staat er erg vol. Als je er zo mee loopt, dan gaan we niet zeker niet. Tot straks. We gaan kokkerellen. Tijd om aan het eten te gaan beginnen. Het is bijna 7:30. Het doet hier een beetje druppelen. Althans, de poes komen naar binnen en die hebben een nat vachtje. Dus ik ga het aan tafel schillen. En de broccoli schoonmaken. En dan ga ik een gezonde hap maken. Dus daar zou ik jullie niet mee lastigvallen. Met deze huishoudelijke taken die ook gewoon doorgaan. Volgende week een keer een nasi maken met de gehakt en spekjes. Had ik vorige keer gezegd met de nasi? Wat zeg je? Hey, zei je nou? Hallo? Ik ben ook echt gek, hè? Ja, ik hoorde wat in de keuken. Ja, dag! Saboteur is het. Kom eens saboteur. YouTube filmpjes te kijken tegelijkertijd keihard te lachen. Ik ga wat doen. Tot straks!
Hoeveel jus wil je hebben? Ja, niet te veel. Gewoon normaal dat mijn prachtig niet lekker gewoon. Zo, Nederlandse dames elftal stap op. We zouden eigenlijk niet zonder bij eten, maar ik had eigenlijk geen lekker met kaartjes. Dus het is broccoli met een kaassausje, aardappels en een tartaartje. Dus we gaan Nederlandse elftal kijken. Livestream staat aan van Marbe speelt. En natuurlijk daarna ga ik Merit het First Sight terugkijken. Nou, heel benieuwd. Maar bij deze zeg ik bon appétit! Nou, hier nog even een afsluiting van de vlog. Het gaat hier net helemaal los met onweer. Het komt met bakken uit de hemel zetten. Op de achtergrond, nou, misschien dat jullie flits zagen. Het is echt in één keer. Vanavond op een livestream en iemand uit Brabant in de chat die zei het gaat hier helemaal los. Maar het gaat hier dus nu ook echt helemaal los. Willem is net naar boven. Gelukkig Chester al uitgelaten. Dus ik hoef niet meer naar buiten, dus ik ga ook lekker naar mijn mandje. Morgen woensdag weer lekker naar de kringloop. Dus we gaan een lol maken. Ik zie jullie morgen. Vonden jullie het leuk? Geef me een duimpje. Vergeet niet te abonneren als je het leuk vindt. Dan zeg ik bij nu. Fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. En van, geniet. Tot vlogs. En fingers crossed. Dat het niet erger wordt dan dat het nu is hier.